Dat is in hele grote lijn wat er hier gebeurt, jongens. En waarom vindt u nieuws leuk? En nieuws is leuk omdat het iedere dag anders is. Iedere dag als wij naar ons werk gaan, hier zijn weten wij niet hoe de dag gaat verlopen. Stel je werkt in de bouw, je bent metselaar, dan weet je van, ik doe elke dag muurmetselen. Maar als je hier naartoe gaat, weet je s'morgens niet wat er gaat gebeuren aan nieuws. Hier maakt het leuk. Elke keer weer verrassing. Jullie samen met NOS? Niet samen. Wij kunnen wel bepaalde delen van de NOS mogen wij gebruiken. Filmpjes. Maar we werken niet mee samen. Waar wij mee samenwerken is wel ANP. Dat ken je misschien ook wel. Dat is ook een grote persdienst die foto's leveren, verhalen leveren. Daar werken wij mee samen. Verder werken wij ook met deze wat hij heeft. Dus dat is ook een soort ANP, maar dan van alle kranten hier zo. Alle regionale kranten. Ja, de krant van Tilburg, de krant van Eindhoven, de krant uit Gelderland. Die hebben bijvoorbeeld, dat zijn allemaal, noemen ze zusterkranten van de productie. Daar doen we ook mee samen. Dus daar mogen we ook verhalen vandaan halen. Maar dat zijn de meeste waar wij mee samenwerken. Eigenlijk kun je natuurlijk als BNST niet overal zijn. Heel veel meer journalisten hebben dan we nu hier hebben. Dus daar moeten we ook samenwerken op gebieden waar wij allemaal zitten. Ik denk dat ik Ja, we vinden het toch zinnig. Wij zijn allemaal concurrenten dat Ajax als kampioen wordt. Dat vind ik toch wel zinnig. Ja? Ik denk dat Ajax kampioen wordt. Omkoperij. Hey, maar twee rijen aan de overkant staat ook een Ajax poster. Ja? Ja, ze vergissen. Als we dan onze boterhammen niet meer lusten, dan kunnen we die Ajax poster aangooien. We hebben er zelf al lacht twee de verkiezingen dus van. Ja. Ja, maar dan is de club Feyenoord vast ook een verkiezing. Zo. Hij wordt lekker echt kwaad, hoor. Heel agressief. Want Ajax ging is gewoon voor het dagboek. Oké, was je wel weer? Nou, die uit. Wij zijn Feyenoord op de Gullenbak. Gullenbak. Ja, stop hem daar maar in. Achter die mooie. Daar is er ook één. Daar is er ook één. Ja. Help. Wel goede vragen. Maar voor welke club bent u? Ja. Ajax. Nee, Feyenoord. Nee hoor. Nee, ik ben wel opgegroeid in Breda. Maar ik ging vroeger ook altijd bij NAC kijken, maar ik heb nooit. Dus ik heb niet zo dat fanatisme van. Ja, komt hier zo nou niet tegen. Maar, helemaal echt. Ja, klopt, dus daarom is het ook onhandig dat we hem alles houden. Ze hebben Feyenoord. De slechtste. Nou, ik vind Heracles heel slecht. Vind ik ook een stomme club. Hartstikke mooi. Ja, bijna. Wat vindt u zo leuk aan nieuws? Wat ik er het leukste aan vind. Leuk als je de krant openslaat dat er iets in staat wat de mensen nog niet weten. Hè? Tegenwoordig meer op internet dan in de krant. De krant blijft het allerleukste als het op papier staat geschreven. Jullie? Ja? Wat is er zo goed aan BNR Stem? BNSM is natuurlijk de krant van deze regio en alles wat mensen nog niet weten lezen over Breda en Terheide en Zwaluwe. Wat is de leukste die ooit heeft gezien? Zeg maar afgelopen zaterdag. Oh ja, nee. Maar je neemt wel een wedstrijd NAC Ajax volgens mij. Voor de beker, dat ze met 4-2 wonnen. Een hele leuke wedstrijd. En een keer NAC PSV. Ja. En een keer, wat ik ook een hele leuke wedstrijd vond, was NAC Groningen met penalties. Dat ze met penalties wonnen in de kwartfinale. Ja, kom maar, kwartfinale. Van de beker. Ja. Dat was heel spannend. De leukste wedstrijd was Feyenoord NAC 10-0. Dat is echt gebeurd. Ja, heel lang geleden. Ja, heel lang geleden, ja.
15 jaar.